Meneer Scherpenkaarten, daar bent u weer. Het plan Scherpenkaarten, veel besproken, maar er gebeurt nog heel weinig. Kunt u in het kort toelichten wat het plan Scherpenkaarten nou inhoudt? Want het heeft alles te maken met de infrastructuur in Overijssel. Alleen. Het gaat alleen om, want Scherpenkaarten is 100% neutraal. Mijn plan is zover uitgewerkt, daar heeft de totale infrastructuur van Overijssel mee te maken. En ik zou ook heel graag willen dat ik van de overheid de centen kreeg, dat ik die vijf wegen van Overijssel, dat ik die uit kon werken. Ik heb dus nu al een schets gemaakt, die heeft me 6500 euro gekost op een gegeven moment. Maar ik stop ermee om dat zelf te gaan financieren, dat wordt veel te duur. Maar anders dan zou ik, als ik won de staatsloterij zou winnen, dan zal het hele plan van mij voor 100% op papier komen, zodat alle inwoners van Overijssel kunnen zien dat ik voor 100% bezig ben met het algemeen belang en niet met eigen belang. En dat is uniek in de wereld, durf ik rustig te zeggen. En dat is ook gewoon zo. Dus, ja. Er zijn experts die hebben naar uw plan gekeken. Ja. En die hebben ook gezegd van dit plan is absoluut levensvatbaar. Ja. Dat betekent dat als zij dat gaan zien zitten, dat de overheid dat eigenlijk ook zou moeten doen. Maar u krijgt daar heel weinig gehoor. U heeft al twee keer een brief geschreven aan de minister van Infrastructuur, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen. De laatste brief was van september. Heeft u daar inmiddels antwoord op gekregen? Ja, dat is ook, want ik heb dus nu weer een nieuwe brief geschreven. Die is net dus gisteren binnengekomen, dat die bevestigd is dat ik hem gestuurd heb. De eerste brief, die heeft zij gewoon naast ze neergelegd. En die heeft ze overgedragen aan een ambtenaar. Nou, daar heb ik mijn grote teleurstelling over uitgesproken. Want ik zeg, ik doe het niet voor mezelf. Ik ben bezig voor Overijssel. Dus, en nu doe ik een beroep op Cora van Nieuwenhuizen in de nieuwe brief, die ik u ook zal meegeven, zodat u ook kunt zien dus wat ik er allemaal in zeg en doe. Want wij hebben nu ook nog het geluk dat ook de provincie Drenthe tot de conclusie komt dat ze die 36 nodig hebben om vandaag een 40 een vierbaansweg te maken. Want zolang als dus de 36, de planscherpenkaarten, niet voor 100% is uitgevoerd, heeft Drenthe helemaal niks te zoeken in het Overijsselse. Want het Overijsselse, die hebben allemaal vijf wegen, vijf tweebaanswegen. Er wordt nu 350 miljoen al bij elkaar geïnvesteerd. En we schieten weer niks op, want wij hebben vijf tweebaanswegen. Dus wij moeten overschakelen naar een... Ik heb zelfs al gezegd, als wij dus inderdaad zeggen van de 36, die moet nu in één keer klaargemaakt worden voor 30 jaar, dan moet die zes baans worden, vanaf de rotonde bij Ommen tot aan Almelo toe. Want zo druk wordt die weg. Want als de 48 ook nog op die 36 moet, dan moet je eens gaan kijken wat voor invloed als je van kunt krijgen. En dan wil ik dus nu ook nog weer mee aan het werk met Drenthe. Die wil ik ook weer gaan benaderen en eens kijken. Want wij moeten daar een eenheid in krijgen. Maar op het moment het grote probleem van Overijssel is dat iedereen bezig is met zijn eigen weg. Dus daar krijg je geen eenheid in. Ik heb overal geweest en iedereen zegt, Scherpenkaarten, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik heb er nooit eentje gehad die zegt, Scherpenkaarten, je hebt geen gelijk. Nog nooit eentje. En die dacht, die komt ook niet. Met andere woorden, eigenlijk zou het heel mooi zijn als u medestanders krijgt. Ja. Want ik heb de indruk, en corrigeer me maar als dat niet zo is, dat u op dit moment een beetje als een soort Don Quixote aan het vechten bent tegen de bierkaai. Nou ja, daar heb je dus wel gelijk in. Maar op een gegeven moment is het zo, zolang als ik iemand anders daarbij in betrek, dan gaat die persoon met zijn eigen weg aan de haal. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat wij het totale plan van Overijssel moeten hebben. Wij hebben niks aan één weg die verbeterd wordt. Je ziet het nu aan de verbetering van de 36. Het is gewoon één lachetje op een gegeven moment, want het blijft tweebaans weg. Wij hebben overal wel weer een stuk wat er aangelegd dat die vierbaans wordt, maar uiteindelijk wordt het weer een tweebaans weg. Dus wij moeten doorrijden, wij moeten snelheid hebben. Kijk, en daarom heb ik nu ook voor de tweede keer een beroep gedaan aan de minister, want ik heb ook in de brief gezegd, wij hebben van het provinciebestuur in Overijssel niks te verwachten. De provinciebestuur van Overijssel, die zeggen gewoon, we willen er vanaf en we laten het maar zoals het is op een gegeven moment. Ze hebben ook gezegd van wij willen niet door het landelijk gebied. Ik zeg, maar dan moet je nu ook niet door het landelijk gebied gaan, vanaf de spoorwegovergang tot aan de Ankomerdijk. Dan ga je dwars door het landelijk gebied. Nou, wat voor mooi gebied is dat niet? Daar hoor je niemand over. Maar als in één keer dus even bij de rotonde even door het landelijk gebied moet op een gegeven moment. Nou ja, goed, en
Ik durf het nog rustig nog een keer te noemen. En mevrouw van de Band van de ChristenUnie, dat is de boosdoende van alles. Die heeft in de coalitiebespreking voor elkaar gekregen dat de noordelijke variant niet aangelegd moet worden. En dat staat ook in de brief die ik nu geschreven heb. Dat staat er letterlijk in op een gegeven moment. En ik heb 3-4 verzoeken ingediend bij de ChristenUnie. Want ik wil niet mensen beschuldigen als ze niet wat gedaan hebben. Zeg mij waarom als jullie tegen de Noord zijn. Dat kunnen ze niet. Nou, de laatste keer ben ik nog bij de provincie geweest, toen heb ik het weer gezegd. Toen ging iemand opstaan van de ChristenUnie en die zegt, ja Scherbekaar, ik vind het niet fair van u dat één individu daarvoor aansprakelijk stelt. Ik zeg, als u nu zegt waarom het tegen, als de ChristenUnie tegen de Noord is, dan het klopt, dan zal ik het nooit meer zeggen. Ik zeg, maar zolang als u dat dus niet doet, dan blijft mijn standpunt gehandhaafd. Okay. Andere woorden? U zoekt medestanders Natuurlijk. Voor uw plan, dat is duidelijk. Ja. En ik wil voorstellen dat de mensen u gaan benaderen op uw e-mailadres en op de website die op de aftiteling staat van dit filmpje. Dank u wel. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken, want ik heb jullie steun nodig op een gegeven moment. Want ik heb nog nooit gezegd, ik zal er wel eenmaal alleen nog doen. Nee, dat zeg ik niet, want dat kan ik namelijk helemaal niet. Je hebt medestanders nodig, maar ik moet alleen wel medestanders hebben. Die as dus ook, ja, nog goed. We zijn er. Okay. Dank u wel. Nou, een prachtige dag hier in Vilsteren bij de Klomp. Ilona Lagas, fractievoorzitter van de VVD Ommen. U bent aangeschoven bij Marius van Martels en Malik Asmani bij het spreekuur in de Klomp. Wat heeft u naar voren gebracht? Nou, we hebben een enorme woningnood in Nederland. Hè? 75.000 huizen per jaar moeten er gebouwd worden. Nou, dat wordt niet gehaald. En bovendien komen jonge mensen die met z'n tweeën of alleen net boven de grens van sociale huurwoningen verdienen, helemaal niet meer in aanmerking voor een woning. Terwijl er op dit moment natuurlijk, als je nou alleen al de situatie in Ommen kijkt, heel veel woningen bezet worden door oudere mensen die in de jaren 60, 70 woning zitten. Met een smal gangetje, smalle doorgang naar de kamer. Soms hulpbehoevend zijn met rollator of met een rolstoel en er eigenlijk best wel naar een andere grondgebonden woning zouden willen, maar dat is dan onmogelijk, omdat of het is niet op te brengen. Of, nou, als je dan zou doorschuiven, we hebben een Lindenberg in Ommen, dat is een prachtig park, waar heel veel woningen in eigendom zijn van mensen die willen verkopen of willen verhuren. Die zijn heel geschikt voor mensen die een bewegingsbeperking hebben. Je kunt er met een rolstoel goed rond, alles is gelijk vloer, zitten er geen drempels in. En een vitale partner wordt dan niet gedwongen om in een appartement te gaan wonen. De vaak betaalbare woningen van deze mensen komen dan mooi vrij voor jongelui. Kijk, nieuwe woningen bouwen, dat is ook een ding natuurlijk, wat heel belangrijk is. Maar alle bouwers zitten geloof ik tot hun nek, nou tot over hun oren zeg maar, in de opdracht, in de projecten. Daarom, en ze hebben geen personeel, dus daarom zijn dit soort initiatieven, waarbij je de bestaande voorraad op een makkelijke manier herverdeelt, die moeten gewoon opgepakt worden. En kijk, er is altijd een heel groot gevaar dat men roept van ja, maar dan onttrek je recreatiewoningen aan de markt. Je hoeft ze helemaal niet te onttrekken aan de bestemmingsplan recreatief. Hou het maar gewoon recreatief, dat maakt niet uit. We komen misschien wel weer andere tijden. Maar als je deze mensen nou een indicatie geeft, dus op indicatie mogen gaan wonen daar. Je hebt al tijdsgebonden indicaties. Hè? Mensen die uit nood geboren door brand of door scheiding even een half jaar in zo'n recreatiewoning mogen wonen. Geef deze mensen nou een zorgindicatie, zodat ze daar kunnen gaan wonen. Hou de bestemming gewoon recreatief, want dat betekent voor gemeentes dat je ook niet de straten aan een bepaalde basisvoorwaarden hoeven te voldoen. De brievenbus mag je gewoon vooraan in het park laten. Nou, Je hebt geen dure infrastructurele aanpassingen nodig als gemeente. En mensen kunnen prima wonen op de begane grond. En de vitale partner, want dat is een ramp hoor, als vitale partners mee moeten naar een appartement. Omdat de andere partner zeg maar niet meer in de woning kan verblijven waar ze zo graag woonden met hun tuin erbij. Dat is een groot probleem. En begin maar eens klein. Maar ik weet dat er meerdere van dat soort parken in Nederland zijn. Waarvan er gewoon stenen huizen prima geschikt zijn. Begane grond. Om mensen die een zorgbehoefte hebben. Of mobiel beperkt zijn. Begane grond kunnen wonen. En waar de vitale partner nog heerlijk daar ook zijn tuin kan onderhouden. En lekker buiten kan zijn. U heeft dit ongetwijfeld in de week gelegd bij de andere politieke partijen. Hoe is daarop gereageerd? Er wordt heel terughoudend gereageerd, omdat men iedere keer zo bang is voor de recreatiefunctie. Er komt wel iets beweging in, maar het is nog moeizaam. En ik hoop toch echt dat men nou gewoon, zeker in deze tijd van nood, zegt we gaan het gewoon eens een keer proberen. Want over het algemeen gaan de dingen heel goed in het leven als je ze gewoon eens een keer probeert. Ja. Het is natuurlijk een landelijk probleem. Hè? Ja. U schetste dat net al even.
Laten we eens beginnen bij Ommen en laten we dat eens uitrollen over het hele Vechtdal. Ja, probeer het gewoon. Rozengaard en Dals is ook zo'n mooi voorbeeld. En dat zou je zo kunnen doen met elkaar. Dus laat die bestemming er maar op. Hartstikke dure procedures, hoef je niks aan te veranderen. Maar geef mensen een indicatie die daar graag willen wonen op basis van een beperking. Dat ze bewegingsvrijheid niet meer hebben in de woning waar ze zitten. Je hoeft de bestaande woning niet aan te passen, dat scheelt ook een hoop geld. Er hoeft geen traplift in en er hoeven dingen uitgebroken te worden of aangebouwd. Hoe makkelijk weet je het hebben.